Korte metten met lange lijnen is het credo van het Veiligheidshuis in Breda. Vanuit het Veiligheidshuis werken verschillende organisaties samen die zich bezighouden met de bestrijding en preventie van criminaliteit. Minister van Justitie Ernst Heers-Ballin bracht maandag een bezoek aan het Veiligheidshuis van Breda. Veiligheidshuizen zijn een kernpunt in het beleid dat we vanuit justitie voeren om justitie, politie, gemeente, verslavingszorg, jeugdzorg, onderwijs beter met elkaar te laten samenwerken. Het is onze bedoeling dat er eind volgend jaar in het hele land veiligheidshuizen zijn. Daarom gaan staatssecretaris Albayrak en ik naar alle veiligheidshuizen in het land die er zijn. En waar ze nog niet zijn, gaan we een veiligheidshuis openen. Zoals voor veel initiatieven geldt. Goed voorgaan doet goed volgen.